Hier gaat het zo gebeuren. Wat kunnen we verwachten? Hier gaat het zo gebeuren. Ja, hier komt het koninklijk paar komt hier langs. En dan gaan we eigenlijk met de spelletjes beginnen. We zijn eigenlijk al bezig. Je moet het zo zien. Het is Koningsdag. Wij zijn bezig en ze komen toevallig langs in de Rijp. Dat is eigenlijk het hele spel. Wat gaat er vanmiddag precies gebeuren hier? Vanmiddag hebben we katknuppelen. We hebben de puzzel, de grote puzzel. En we hebben steenwerpen. Bent u een beetje zenuwachtig? Een heel klein beetje, maar dat moet ook. Gezonde spanning, dat hoort erbij. Maar jullie zijn er klaar voor? We zijn er helemaal klaar voor. Straks gaan hier de spelletjes plaatsvinden en komen koning Willem-Alexander en Maxima hier langs. Wat gaat er nog meer gebeuren? Ja, ze komen straks aan met de boot. En dan hoop ik dat ze meegaan met spelletjes doen. En dat we dan ook... We denken eigenlijk dat dit de leukste plek is om te gaan kijken. Want waarom is dit de leukste plek? Nou, daar gebeurt het meest. De rest, daar komen ze langslopen. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Maar ik denk dat hier de meeste activiteiten zijn. En hoe gaan jullie ze nou overtuigen om mee te doen aan de spelletjes? Volgens mij hoeven wij ze helemaal niet te overtuigen. Want ze doen elk jaar helemaal spontaan van alles mee. Meneer, wat gaat er zo gebeuren? Koning komt, hè. Oh, echt? Ja. Wat een verrassing. Ja, dat vonden wij ook. Maar dat was 1,5 jaar geleden. Nou is het geen verrassing meer. Maar wat gaan jullie organiseren? Wij gaan steen werpen en we gaan katknuppelen. Heeft u al een beetje geoefend? Ja. Denkt u dat de koning het goed kan? Steen werpen kan hij wel. Ik denk katknuppelen gaat hij niet doen. Ik hoop het wel, want daar sta ik. Maar steen werpen is een appeltje. Vindt u het spannend? Ja. Wie wilt u liever ontmoeten? Maxima of Willem-Alexander? Moet u dat vragen? Maxima natuurlijk. Ja, dat is een ABC'tje.